Dit is mijn kamer tot nu toe. En een douche. Dan heb ik een toilet. Ja, dit is het tot nu toe. Hey! Het bureau is gewoon al bijna klaar, gek. Jongens, mijn kanaal is Mike en leuk dat jullie kijken naar deze splinternieuwe video. Ik ga samenwonen. En er is nog maar één iemand hier. Jesse en Chesto zijn er niet. Maar vandaag is aangekondigd dat ik weer samen ga wonen. Weet je dat niet? Check even de link in de beschrijving van ons kanaal. We hebben een groepskanaal. En we maken allemaal samen video's in dit geweldige mansion. What the? Ja! Maar mijn kamer is nog niet af. En ik moet vandaag hier toch wel echt even gaan slapen. Dus we gaan vandaag doen: bedje maken. We gaan een bed in elkaar zetten. Dus let's go. Kom mee. Oké. Ik wil de eer geven aan iedereen dat hij zijn eigen kamer kan laten zien. Of ik weet niet of Santino al zijn kamer wil laten zien aan mijn kijkers. Ja hoor, best. Of je moet allemaal abonneren op zijn kanaal zodat je het bij hem kan zien. Wat heb jij bijna, Santino? Ik heb bijna de 100.000 voor de zoveelste keer. Ja, dus daarom gaat hij me vandaag helpen met mijn bed opzetten. Tot Santino! Ja! Oké, 3, 2, 1, dit is mijn kamer tot nu toe! Ja. Ja, de rest heeft al een bed. De rest heeft een kast. Heeft zelfs al accessoires dat het een beetje goed eruit ziet. En ik heb dit. Een lamp. Hey! IKEA lamp voor mij is terug. Woe! Ja, dat is het enige. Dankjewel papa voor het niet installeren. Nee, ja, de bed moet nog in elkaar staan. Maar in elkaar staan, in elkaar slaan, in elkaar gezet worden. Dus ja, je ziet nu nog dat het licht buiten is. Maar waarschijnlijk aan het eind van de video is het donker. Want ik ben er niet goed in. Maar we gaan het gewoon proberen. We hebben een instructieboekje. En het is IKEA, dus het zou makkelijk moeten zijn. En Santino heeft er al een in elkaar gezet. Dat scheelt ook al een beetje. Mijn eentje ook nog, hè? Wat? Mijn eentje ook nog. In zijn eentje. En nu zijn we in een team van 3. Want Santino is er. Ik ben er. En Giel is er. Maar wat speciaal is in mijn kamer, is dat ik een badkamer heb. Gewoon een eigen badkamer, wat ben ik toch gewend weer. Ja, dames en heren, we hebben een eigen badkamer en die is wel af. Ik hoef de douche niet meer te installeren. Nee, het is echt een nice badkamer. We hebben hier een mooie spiegel, want wat heb je in badkamers? We hebben hier zelfs mijn make-up spiegeltje. Dus dan als ik een puistje moet wegwerken, ja, je weet het toch? Zeker, als ik een goede drol moet leggen, dan heb ik een toilet en een douche. En die ga ik elke dag nodig hebben, want anders stink ik. Maar dit is ook nog zo'n speciale douche, want er zit een heel digitaal scherm zeg maar in, waardoor ik muziek kan afspelen. Je kan zelfs volgens mij een stoomcabine hiervan maken. Allemaal dingen. En het leukste vind ik dus muziek afspelen. En ja, het is gewoon echt een fucking dikke douche. Het is gewoon een douche van de toekomst, vriend. De rest van het huis ga ik later nog laten zien. Of nee, trouwens, de rest van het huis kun je zien op mijn mensenkanaal. Check op 7 hier in de beschrijving. Abonneer op dat kanaal voor 50.000 jaar geluk. Want zoveel video's gaan we maken, 50.000 jaar lang, en dan word je gelukkig gewoon. Bang, bang. Laten we aan het bed. Zit in! Ja! Er liggen planken! Met schroeven! Ja! Ik zie je buik. Zag je buik. Oh, klikbeet. Hé, hey, jongens, we zijn goed bezig. We hebben de eerste stap al bijna gedaan. We zijn letterlijk al bij stap 3 zelfs. Oh. Dus hé, hey, we zijn goed bezig. En we hebben heel veel gereedschap. Mannelijk. When he can put IKEA stuff together. Zo aantrekkelijk. Abonneer op Santino. Hoe ver zijn jullie al, jongens? Kijk dan. Ja. Al bij stap 6. We hebben vleugels. Ja. Nu een vliegtuig. Oei. Gaan we helemaal naar haar. Gaan we helemaal naar haar. Met het vliegtuig. Jij mag even een paar stapjes zelf doen. We gaan even genieten, Giel. Echt wel. We gaan kijken of je het gaat doen. Ja. Echt niks nu tegen jou zeggen. Ik wil je helemaal het zien weer weghalen. Oké, welke stap was je? Dat moet je wel even zeggen dan. We beginnen. We leggen eerst de balken neer. Pak de schroefgedaad. 118331. Oké, deze. Zit je lekker, Santino? Ik zit buiten, een half buiten. Bang, bang! Ja, zit het goed of nee? Nee. Ik zit het op papier. Als dit ooit goed komt, hè? Als ik het kan iedereen het. Nou, dat zeker. Dat is zeker waar, ja. Waar is de hamer? Daar is een hamer. Dit is quality content. Goed zo! En dat waren al 2 stappen. 6 keer staat er. Waarom staat er 6 keer? Zijn er nog 6 meer planken van deze? Nee, je hebt daar nog 2 gaatjes en daar nog 2 gaatjes. Dan toe. Maar dat zie je toch ook op de tekening, schat? Zit hij goed dan? Hij zit helemaal goed, maar anders. Ja, dan. Nu ga je hem afbreken als je nou. Nee. Ik had veel lastiger verwacht. Best leuk eigenlijk. En hey, we zien je wel op een paar uur, ja? Giel, we gaan op een bed te lijken, what the fuck? Ja, dat hadden we niet verwacht. Hoe dan? Ik vind het hoe dan? Echt. En ik heb meer dan 10 stappen gedaan, what the fuck? We zitten op stap 16. We zitten gewoon al op stap 16. Ja, nee, wel even serieus, je hebt het echt wel goed gedaan, hoor. Je hebt gewoon,
niemand had het verwacht, niemand had het zien aankomen, maar je hebt het gewoon geflikt. Thanks, Pik. Kan wel wat. Ik kan zelfs een IKEA met elkaar zitten. Met hulp van jou. Fuck. Oké. Nou, hey, het heeft al vorm van een bed. Alleen is het nog niet heel comfortabel om te slapen, maar... Het gaat wel goed komen. Ja, het gaat zeker goed. Ga eens liggen. Nou, dan breekt het. Hey, ga eens planken. Bed een test. Wow, het is een vierkant. En een bed hoort een vierkant te zijn. Of ja, dit bed hoort tenminste vierkantig te zijn. Jongens, even serieus. Je kan er nu een soort van een bed in zien. Je kan er ook nog een hele grote kast van in zien. Maar het begint erop te lijken. En we hebben op dit moment nog geen fout gemaakt. Behalve hij had iets verkeerd opgeschroefd, ja. Oh, wacht even. Maar heb jij serieus geen fout gemaakt? Nee, toch? Ja, echt niet. Wat dan? Je had gewoon geluk dat we niet gefilmd hebben. Want zoveel fouten niet normaal. Yo, ik heb overigens geen fout gemaakt. Je moet gewoon goed in een boekje kijken. Die instructies volgen en dan komt het allemaal goed. Maar we hebben ook nog na het bed een kast en een bureau. Nee, trouwens heb ik een kast. Heb je een kast? Nee, ik heb geen kast. Alleen een bureau en we hebben een mat en we kunnen nog een computer aansluiten. Dus we hebben nog genoeg te doen. Het is onderhand. Hoe laat stopt die nou? Half elf. Waarom film je pas als die het al gezegd heeft? Nou, broer, ik ben gewoon ik ben cameraman in opleiding. Hoe laat is het, Santino? Half elf. Wow, let's go. Dat is best laat al. Dus waarschijnlijk zijn we nog wel 1 à 2 uur straks bezig. Zoals ik al zei. Het wordt vanzelf wel donker in deze video. Het is hier nog een beetje licht, maar jongens, het is soms om 12:30 nog licht in dit land. En we gaan zo choppen. Jullie gaan zo choppen. Ik weet, heb je iets voor mij eigenlijk? Nee. Oeps. Het is klaar. Nou ja, het is nog niet klaar. We zijn een stukje verder. We gaan lekker eten. Jullie gaan lekker eten van wat? Chappie! Chappen! Van wat? Chappen! Waar gaan we eten dan? Ja, dit heb ik vergeten. Wordt nu al vergeten. We gaan weer chappen, lekker eten. Want nu heb ik nog niet gegeten, ik heb toch wel avondeten gehad. Ja, dit is het tot nu toe. Ja, maar even pauze kan wel. We zijn nu ongeveer al een uur of zo bezig, dus even pauze. Nou jongens, eindelijk begint het op mijn bed te lijken. Zoals je ziet, de flanken liggen er al in. Nu nog een matras. Ik moet even overscheuren. Hey, we hebben een matras. Hoi, 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 lekker een matras. Yay, om te slapen en te neuken. Pak maar aan de zijkant. Ja hoor. Ik ga het echt onderhouden. Een bed. Nu nog de laadjes. Ja, joh. Dus ja, goed bezig. Het bureau is gewoon al bijna klaar, gek. Kwartiertje. Het bed staat er al en de kasten zitten ook al. Daar vinden we ook al wat op te lijken. Lades. Lades, sorry. Ja, dat was het eigenlijk. Lades. Goeie buurt. En het is donker. Jee, zo donker neem mij is het nu. Woehoe. Hey, die wel. Nou jongens, het begint ergens op te lijken. Holy shit. What the fuck, wie had dat verwacht? Oké, we zijn bijna klaar. Ja, holy shit, Giel. Ben je goed bezig? Je hebt gewoon in eentje die tafel en die kan ook nog eens omhoog en omlaag. Het bed dachten we dat we helemaal klaar mee waren, maar toen kwamen we erachter dat we nog één klein foutje hebben gedaan. En dat is dat dit ding zit verkeerd om. Die moet zeg maar andersom, maar die kunnen we gelukkig nog losmaken. Waar deze lieve man nu mee bezig is. Ja, boeierhuurd. Boeien. Boeien! Boeierhuurd! Boeien. Boeiengoos. Boeiengoos. Boeien. Dit is nu gefixt in 3, 2, 1. Oké, dat staat. Tino. Oh shit, hi. Dat staat. Kijk, zoals de lades zitten erin. Helemaal top, die zijn nog leeg natuurlijk, want ja, ze liggen er pas net in. En dit heeft Giel voor gedaan, dus shout out naar Giel. Dus Giel, jouw link staat ook in de beschrijving. Kijk, en nu gaan we even het helemaal compleet maken. Nu komt het leuke werk, want we hebben hier een scherm en... Die moet andersom. Een muismat! Bang! Kijk, een mega muismat gewoon. Echt mega. Maar Logitech is zo aardig voor ons geweest, toch Santino? Ja, een hele gekke care package. Ja, we hebben een hele care package gekregen hier. Kijk eens aan. We hebben een muis gekregen. We hebben zelfs speakers gekregen. Dus we kunnen gewoon lekker huts pompen. Huts V-Bucks op mijn PPU Max. Hoppa, kijk, die hebben we ook gekregen. Speakers! Oh. Een Astro A40 headset. Deze is volgens mij, hoe nieuw is deze? Wat zei je? Astro, grappie! Het is de nieuwste A40. Je filmt hem ook geen één keer als we praten. Ik ben de stem achter de camera. Ja. De Astro A40 TR Edition. En deze velg toetsport met lichtjes, lampjes, yeah! En Romer G Tactical. Ziet er heel vet uit, ik heb geen idee. Maar ja, allemaal van Logitech. En de Astro headset, de nieuwste. Hoe lang is die uit dan, Stine? 3 weken of zo? Volgens mij 3 weken of zo. Maar nee, heel benieuwd. Ik heb zelf thuis ook één, maar dit is de nieuwste, dus... Hey. Dat is cool. En beneden staat nog een pc. Die moeten we nog pakken. Dus laten we alles aansluiten. Dat ziet er leuk uit dan. Ben ik gewoon de eerste die hier een computer aan heeft gesloten. Maar alles is er. Ja. Nog niet alles. Kijk, daar komt waarschijnlijk nog een tv. En waar mijn bed staat er. Mijn computer die ga ik daar even aansluiten voor jullie.
Niet voor jullie. Ja, voor mezelf. Maar ook voor jullie. Anders kunnen er geen video's komen. En kan deze niet geëdit worden. Maar ik ga deze video afsluiten, dames en heren. Kijk, we hebben het bed van elkaar gezet. We hebben een setup gemaakt. Alleen weten we nog niet de clickbait. Ik hoop dat jij genoten van deze video. Doe natuurlijk je duimpje omhoog. Abonneer op de Mansion kanaal. Want ja, wij zitten nu met z'n vier in dit huis. En we hebben samen een groepskanaal. Ik, Santino, Chesto en Jesse zitten in dit huis. En abonneer ook even op Santino, want hij heeft me heel erg meegeholpen. Ja. Nou, zoals altijd, Mick out.